Goedemorgen iedereen. Goedemorgen. Het is donderdag. Ja, donderdag. En Sam is al heel lang op, denk ik. Ja, Sam is van thuis uit aan het werk omdat hij naar de osteopaat. Ja, kinesist. Kinesist, osteopaat dingen moest gaan. Want zoals jullie weten heeft Sam de laatste tijd last van zijn rug. Dus, en we waren de week met Dylan gaan trainen en die zei dat Sam een krommere, allee, zo'n afwijking heeft in de ruggenwervel of zoiets. Die zag dat direct op de foto's en die heeft dan iemand aangeraden en daar is Sam vandaag naartoe gegaan. Ja, dat was keigoed. Allee, het is direct zo duidelijk waar het probleem was. Hè. Dus nu zien hoe we dat moeten aanpakken. Hè. Sam kan zijn bekken niet bewegen. Hè. Ik kan geen shaken, Sam. Ja, alleszins is van alles dus wel aan zijn onderrug door zijn bekken eigenlijk, hè? Beetje. Ja. Dus daar gaat hij aan moeten werken. Ja, en oefeningen doen ook. Elke dag ervoor. Dus het komt goed. En ik had jullie beloofd trouwens om nog te laten zien wat ik van Lush had gekocht. Dus dat ga ik nu doen. Als eerste heb ik dit... Hoe noemt dat? Bush de Noël, denk ik. Dat is een facial cleaner. Oh my god, ik kan er niet met één hand precies. Wacht. Wat ga je dat opdoen? Kunnen we kijken hoe het eruit ziet aan de binnenkant. Tada! Dat lijkt een beetje op havermout. Ja, dat heb ik zelf gemaakt, by the way. Lijkt een beetje op havermout en er zit goud bij in. Maar dat is dus een facial cleaner om je gezicht te wassen. Super leuk. En die hebben Jolien en ik gemaakt. Woehoe. Dan hebben we dit. Dit zijn parfumsticks voor onder de douche. Dus je moet een stukje afbreken hiervan. En dan je daarmee wassen. En dan ruikt je heel dag goed naar parfum. Dus ik ben kei benieuwd. Dat heb ik nog nooit gezien, zoiets. Dan hebben we ook bath bombs gemaakt. Dit is mijn, die zit in de handschoen om extra stevig te zijn. En dit is die van Sam. Maar mijn ziet er hetzelfde uit, ietsje minder mooi misschien. En die hebben we dus ook helemaal zelf gemaakt. Super cool, dat konden we daar doen. Kei blij. Maar u ziet er zo wel los uit van boven, Sam. Moeten dat ik trouwens... Dat die los aan het duwen. Dat is niet... Zijn we kapot opmaken, hè? Dat is niet, dat was al zo. We moeten die trouwens wel minimum 2 dagen hierin laten, dat die stevig is. Maar ik denk wel dat we dat iets langer erin gaan laten. Dan ik ga dat gewoon even omkappen. Smaakt al lekker, hè? What I bought. De... Sugar Plum Lip Scrub, omdat Sam en ik altijd last hebben van droge lippen in de winter, van velletjes en ambetante droge lippen, dus dat is keigoed en dat kun je opeten. Dan heb ik 3 douche balms gekocht, dus dat is eigenlijk om je mee te wassen onder de douche en dat frist zo als een bad balm, maar aangezien dat wij geen bad hebben, spijtig genoeg. Heb ik deze douchebombs genomen. Ik zal ene laten zien. Het zijn wat kleine versies. Oh, dat is allemaal moeilijk. Hè. Dus dat ziet er zo uit. Dus kijk tof. Kan ik dat in de douche gebruiken. Dan hebben we zo een Lush zeep voor onder de douche. Dit is de Naked Shower Gel. Dus dat is eigenlijk gewoon zonder verpakking. Ik ga die ook niet open doen, want dan ga ik dat niet meer ingepakt krijgen. Nou, dat is dus een shower gel om onder de douche te gebruiken. Een blok zeep om mee te wassen. Super leuk. Dan hebben we de Cheery Christmas Bad Bomb. Dus ma en papa, ik ga komen badjes nemen, want ik wil die gebruiken en deze. Dus ik ga dat binnenkort doen. Dit is, oh, ik wou dat jullie dat konden ruiken. Dit is dus een van de kerstcollectie. En dan last but not least. Oh, amai. Gezondheid. Ja, ik denk van al die lusgeuren. Ja. Last but not least hebben we de
Holy Berry. En dat is een massagebar. Die is echt super cute. Ik ga proberen het te laten zien. Come on. Aha. Oh. Dus dat is een massagebar. Dat is zo olieachtig. En daar kun je elkaar mee masseren. Dus Sam gaat mij masseren. Jij bent al naar de kinesist geweest vandaag. Dus je hebt al een massage gehad. Dus dit is alles wat we hebben gekocht. En dan deze hebben we zelf gemaakt. 1 hour later. Oké, okay, we gaan vertrekken. Wat? Heb je batterijen, anders? Er zit een batterij in van gisteren, dus die is nog vol. Wij gaan vertrekken naar Peringa. Ik ga eerst nog naar kantoor en naar containerpark en pakjes maken. Sam gaat even mee. Want anders moest ze apart rijden en dat zou stom zijn. En daarna gaan we door naar Antwerpen, naar het Lidl event. Zoals we al zeiden gisteren, dus ik heb er zin in. Zo, snel pakjes weggedaan. En nu ga ik naar het containerpark rijden, want zoals jullie kunnen zien zit heel mijn auto vol met rommel en plastic van op kantoor. Dus, that's next. Oh, dat tafeltje is wel mooi, hè? Tekentjes. Het was heel leuk, hè? Ja. Vond jij het ook toch? Het was echt een zo mooi event. Oh, nu kan ik al helemaal niet meer wachten voor kerst. Maar het moet wel even wachten. Alleszins. Het was echt heel leuk. Sam heeft trouwens een hele zak bij. Want wat gaan we morgen doen, schatje? Je ziet mij daar. We gaan morgen detox juicen. Ja, we gaan morgen detoxen. Nee, ik denk zo. Woehoe. Amai, er zijn er kei veel. Wow. Amai, wat is dat allemaal? Alle verschillende kleuren ook. Ja, kijk er. Groene, ja. We gaan dus via Bikini Body by Jill, waar ik heel veel over heb gezien, gaan we een detox doen. Ja, ik weet zelfs niet wat er allemaal in zit, maar er zit ook een hele informatie, alleen een hele lijst bij.
Er is ook detox thee bij. Ja, detox. Ja, detox. Dus, oh, deze ziet er ook lekker uit. Mm. Ja, we hebben een heel mapje gekregen. Ja, dus dat zit erbij met alle uitleg. We gaan dat allemaal doornemen en ja, morgen gaan we ons detox doen. Hè. En we nemen jullie morgen mee. Spannend, ik heb dat nog nooit gedaan. Ja, ik één keer. Eén hele dag op alleen maar juices. Ik heb dat toen zelfs 5 dagen gedaan. Amai. Ja. Ja, dat is, ik zie mezelf. Jawel, dat was echt wel heel oké eigenlijk. Zien. En het zijn er veel, hè? Het zijn er 6 of zo per dag, dus dat is wel veel. Het is wel goed om je lichaam dus te rijden. Ja, en dat was echt wel goed, zo. Mijn darmen waren ook goed. Ja, ja, inderdaad. Wij doen dat niet per se om af te vallen, maar je zou er natuurlijk wel vet mee verliezen, want ja, dat is logisch. Omdat je niet eet, alleen niet echt vastvoedsel eet. Ik hoop dat ze lekker zijn. Ja, ik denk dat wel. Zien er wel ik heb wel zin om die te proeven, maar. Nog even wachten tot morgen. Maar oké, we gaan morgen meer uitleg geven en we nemen jullie morgen mee in onze detoxdag. Dus doe zeker thumbs up. Thumbs up! En ja, daar. En wij zien jullie morgen!